Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Bosch celstraffen geëist tegen twee mannen van 60 en 68 jaar. Ze zouden miljoenen euro's van goede doelenstichtingen achterover hebben gedrukt. De twee verdachten vormden samen het bestuur van vier fondsen die door twee steenrijke vrouwen waren gevuld met ruim 200 miljoen euro om goede doelen te steunen.